al de eerste hoofdprijs in de eerste divisie wegkaapte dit seizoen. En Cambuur dat al jaren met ambities rondloopt om in de eredivisie te gaan komen. Maar tot nu toe zonder succes. NEC met een hele goede opening in deze wedstrijd. Voor overigens slechts 3000 toeschouwers. En dat is toch teleurstellend. Vooral als je weet dat NEC gewoon goed draait dit seizoen. Aan de rechterkant de opening via Arno Arts. Speelt aanstaande week mee met Jong Oranje en heeft hier een uitstekend schot in huis. Dat wordt verkeerd beoordeeld door Fred Grim en dan is het al na 4 minuten raak. Dus Kees Lok, nummer 4 van NEC, die uitstekend oplet. Hier, een hele leuke actie van Arts. Achter de peen langs geschoten en dan is doelman Grim kansloos. Al na 4 minuten dus tegenslag voor Cambuur. Cambuur dat natuurlijk geschrokken, voorzichtig opende in het begin, kreeg al toch een paar minuten later een uitstekende mogelijkheid. Via Willy Cabot. Cabot, vorig seizoen nog spelend bij NEC, had deze kans eigenlijk moeten afmaken. De paas is uitstekend van Hans Erkelens. En Cabot goed gestart, niet buitenspel, maar Broekhuis uitstekend reddend. En Popovic legt uit hoe het wel moet. Popovic gekomen van SCV en nu trainer bij Cambuur. En NEC ging goed door in het begin. Weer via Arno Arts, de jonge middenvelder die als hij zijn dag heeft voor uitstekende dingen kan zorgen. Hier is een voorzet richting Frans Jansen, de topscorer. Het is altijd moeilijk als je een bal ineens moet nemen. Dat lijkt dan falen, maar voor hetzelfde geld gaat zo'n bal er schitterend in. En we zien nog meer van Frans Jansen later. Dit is Patrick Kolen, 17 jaar nog maar bij NEC. Deze week een contract getekend en let u eens even op. Daar zal Grim nog lang over dromen, denk ik. We hebben dan pas 23 minuten gespeeld als die jonge Kolen om Alma heen gaat. En ja, door de benen van de keeper, dat is het meest pijnlijke wat je kan overkomen. En ik ging goed door in het begin van deze wedstrijd. 2-0 voorkomen. En dan hier nog een goede kans. En strafschop of niet. Uilenberg staat er met de neus bovenop. En u zult zien dat de actie van Arends terecht niet gehonoreerd wordt met een strafschop. Hij kon absoluut niet meer bij de bal. De combinatie tussen Radstaat en Frans Jansen. Let u eens op. Frans Jansen, het is zijn 7e doelpunt van dit seizoen, maar absoluut zijn fraaiste. En Grim die werd zojuist al heel aardig gepasseerd door Patrick Kolen. En hier doet de routinier Frans Jansen het nog eens dunnetjes over. Een hele fraaie lop, zoals Ton Lokhoff dat eerder dit seizoen deed met Feyenoord tegen Utrecht. Kijk en geniet. En dan is het na 31 minuten spelen al gewoon 3-0 voor NEC. En lijkt de wedstrijd al gespeeld. Maar Grim houdt Cambuur toch een beetje in de wedstrijd. Dit schot van Arends, die begrepen had dat deze doelman wellicht zijn avond niet had. Maar Grim redde hier in ieder geval uitstekend. Een jonge ploeg Cambuur, dat hier vlak voor rust dan toch nog goed terugkomt. Een uitstekende kopbal van Johan Abma. Kwam over van Hubert Sneek dit seizoen. En wordt eigenlijk helemaal vrijgelaten. Broekhuis blijft op de doellijn staan. Ja, en dan is het niet zo moeilijk om in te koppen. Abma doet dat goed. En in de tweede helft probeerde Popovic door het inbrengen van Jaap de Jong, u zag hem, het nummer 12, om aanvallend Cambuur nog wat sterker te maken. NEC dat behalve die 3-1 voorsprong voor de wedstrijd al een klein feestje kon vieren, want het vond eindelijk een nieuwe shirt sponsor. Overigens dezelfde die het 3 jaar lang gehad had, maar die sponsor vond blijkbaar de successen van NEC voldoende reden om alsnog weer een nieuw contract af te sluiten. En Cambuur via Willy Cabot probeerde het zo nu en dan wel, maar werd toch zelden gevaarlijk. Hier wel via een goed schot van Mark van Lanskroon, die hetzelfde probeerde wat Frans Jansen in de eerste helft wel lukte. Het gaat hem hier beduidend minder af.
hier een overtreding van Rad staat. Die wordt niet bestraft door Uilenberg. En dan is Koetje, de nummer 6 van Cambuur, daar eigenlijk het slachtoffer van. Omdat hij Frans Jansen neerlegt, die in kansrijke positie door kon gaan. Maar eigenlijk had Uilenberg gewoon moeten fluiten voor de overtreding van Radstaat. Gele kaart dus voor Koetje en de vrije trap van Arts. Die is prima, maar de redding van Grim, die mocht er ook zijn. Prachtig, mooi genomen vrije trap van die sierlijke middenvelder. En de redding van Grim, uitstekend. En naarmate die tweede helft vorderde, werd het allemaal lastiger voor Cambuur en kreeg Nek in de counter nog wat kansjes. Via Patrick Kolen, 17 jaar, en Frans Jansen, 33 jaar. Samen hier een combinatie opzettend. En dan de kans voor Arends en de redding voor Grim. En Popovic zal het zich allemaal wel anders voorgesteld hebben vanavond in de Goffert. Cambuur dan nog een keer via Richardson. De paas in de richting van Kastelein. Die claimt dan een penalty, krijgt hem terecht niet van Uilenberg.